Dan is het nu tijd voor het nieuws in het kort. Op 5 mei was het 65 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Daarom organiseerde de stichting Vrienden van Scheemda een bevrijdingsoptocht die hier wordt aangevoerd door muziekvereniging Prins Hendrik. Vanaf het Vredehoventerrein voerde de route door een groot deel van Scheemda. Aan het einde van de middag werden de prijzen uitgereikt voor de mooiste praalwagens. De derde prijs ging naar SC Scheemda met de voetbalschoen. De eerste prijs ging naar CBS Annewieke met hun praalwagen met daarop Pluk van de Pettenflat. En de vriendengroep Romina Kuipers sleepte met de piratenboot de tweede prijs in de wacht. Zaterdag 29 mei heeft er een ongeval plaatsgevonden aan de CG Wiegersweg in Finsterwolde. Kort daarna sprak ik met de persvoorlichter van de politie Groningen, Paul Heidanus. Wat ik kan zeggen, is dat een onbekende vrouw met haar auto in de berm is terechtgekomen en vervolgens de sloten is geschoten. Nou, vervolgens is de vrouw door de klap uit de auto geraakt en daarbij komen te overlijden. Ja, wanneer heeft dit allemaal plaatsgevonden? Nou, wij hebben in ieder geval de auto met de vrouw bij de auto hebben wij na 8:30 vanochtend gevonden. Nou, vanaf dat moment hebben we ook een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Nou, dit is de eerste lezing van het onderzoek. We moeten nog wel een aantal dingen uitzoeken, maar het lijkt erop dat het zo is gegaan. Ja, en u weet zeker dat het om 1 slachtoffer gaat. Ja, want we hebben nog gezocht met een duikploeg van de brandweer. En die hebben voor de zekerheid gekeken of er toch nog sprake kon zijn van een tweede slachtoffer. Nou, die is niet aangetroffen, dus het is een eenzijdig ongeval met helaas 1 dodelijk slachtoffer. Ja, en hoe verloopt dit verder? Nou, dat betekent dat we nu bezig zijn met het vaststellen van de identiteit van de vrouw. Zodra we dat weten, gaan we natuurlijk uiteraard eerst de familie kennis geven van wat gebeurd is. En daarna kunnen we ook vertellen wat de leeftijd van de vrouw is en waar ze vandaan komt. Inmiddels weten we dat het een 43-jarige vrouw uit Beerta betrof. Een dag later, zondag 30 mei, is een 64-jarige man uit Winschoten zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Bellingwolde. Door nog onbekende oorzaak is de auto frontaal tegen een boom gebotst en in de sloot tot stilstand gekomen. Omstanders konden het hoofd van de man boven water houden om verdrinking te voorkomen. Het duikteam van brandweer Delfzijl kon na onderzoek bevestigen dat het 1 slachtoffer betrof. De man is uit het water gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. Op 7 mei heropende wethouder Ricky van den Aker het kruispunt Blijhamsterweg PC Hoofdlaan in Winschoten, waar zij ruim een maand eerder de aanzet gaf tot de werkzaamheden voor een veiliger kruispunt. Nou is te hopen dat de leerlingen ook die naar de campus toe gaan ook dit goed gebruiken. Want de bedoeling was dat die fietsen dus ook echt dus fietsen waar ze moeten fietsen. Want eerst ging het alle kanten tegelijkertijd en als het verkeerd wilde met alle gevaren van dien. En wij denken toch dat we op deze manier iets goeds toegevoegd hebben. Veilige oversteek. Veilige oversteek en daar ging het uiteindelijk om.